Hey, jongen. Was goed? Zeker, meer ook. Goed hoor, kom verder jongens. Yes, dankjewel. Welkom in Amsterdam, in ons fijne huisje. Ik woon hier samen met El al ruim een jaar nu. Na de Olympische Spelen in Tokio zijn we samen gaan wonen. Ja, echt een enorm fijn plekje. En ook top qua reisafstand naar Bloemendaal, waar we allebei hockeyen, ik in heren heen en elke in dames heen. Dus ja, zijn enorm blij met deze plek en kunnen hier denk ik nog wel even een tijdje vooruit. Nou, ik kom denk ik uit een enorm sportieve familie. Vroeger eigenlijk altijd wel opgevoed met een balletje, om het zo maar te zeggen. Dus het werd absoluut vanuit mijn ouders wel gestimuleerd om veel met een balletje te doen. Of het nou een tennisbal was, of een voetbal, of een hockeybal. Eigenlijk altijd vroeger in de tuin altijd sportief bezig geweest. Dus we hadden ook zo'n kunstgrasveld in de tuin met 2 goals. Nou, dat was natuurlijk voor een sportief mannetje dat ik was natuurlijk een feest. De hele dagen daar gevoetbald, tennis, hockey, eigenlijk alles deden we daar. En ja, het geluk wat ik ook had was dat ik een heel sportief broertje kreeg, Tim. Jarenlang in de jeugdopleiding bij Ajax heeft gespeeld. Jarenlang bij FC Utrecht heeft gespeeld in de jeugdopleiding. En daar zijn debuut in het eerste heeft mogen maken. Dus dat was wel een voordeel dat gewoon heel makkelijk was om met elkaar veel te sporten. Dan ook nog mijn zusje Julie. Die is ook enorm sportief. Die heeft ook altijd in de Nederlandse jeugd elftallen gespeeld. Een Nederlands B. En uiteindelijk ook dames 1 van Stichtse gehaald en daar ook in gespeeld. En zij was ook altijd een groot talent in de jeugdopleiding van Stichtse. Dus eigenlijk zowel ik, mijn broertje als mijn zusje heeft enorm veel talent uiteindelijk gehad. Zo, normaal gaat het niet zo lang, hè? Als we een jas uitzoeken. Maar anders doen we gewoon deze. We zijn nu ruim 5 jaar samen. Toen ik Thierry leerde kennen, zat hij eigenlijk ook nog in Jong Oranje. Had hij ook toevallig Jong Oranje WK in India, net zoals dat hij over ruim een maandje ongeveer heeft. En toen zat hij ook al wel bij Nederlands elftal, maar toen was het nog niet zo vanzelfsprekend. Nou ja, het is nooit vanzelfsprekend, maar niet zo zelfsprekend als nu dat hij maar geselecteerd werd. Dus dat is ook wel leuk dat ik dat zeg maar dat ik een beetje dat proces heb gezien van toen hij tegen Nederlands elftal aanhikte, totdat hij zeg maar nu ook echt aanvoerder van het team is. En toen ik Thierry leerde kennen, woonde hij ook al op de Rietwijker. Daar heeft hij 6 jaar gewoond, volgens mij. Met vrienden van het hockey en ook allemaal het Nederlands elftal gehaald nu. Dus vanuit de Rietwijk ook echt inderdaad een hele goede band met elkaar daar hebben opgebouwd. Nadat Thierry dus weg is gegaan bij de Rietwijker, zijn we dus samen gaan wonen nu sinds ruim een jaar. Ja, en daarvoor woonde jij natuurlijk ook nog met een teamgenootje samen. En ja, nu zijn we inmiddels samen gaan wonen. En nu ja, voel je pas echt zeg maar, dat elk ook best wel veel moet aanpassen aan het schema wat ik heb zeg maar, het hele jaar. Dus daarvoor woon je natuurlijk niet samen en leef je nog iets meer echt wel je eigen leven. En nu is dat wel anders omdat je gewoon ja, echt samen woont. En dan zie je ook echt van dichtbij gewoon dat ze heel erg moet aanpassen. En dat is best wel moeilijk soms omdat elk ook gewoon nog 28 uur werkt per week. En ook zelf gewoon nog bij Bloemendaal Dames 1 hockeyt. Ja, die schema's lopen eigenlijk volledig langs elkaar heen. Ja. En dat maakt het wel moeilijk. Thierry had bijvoorbeeld afgelopen week had hij dan nog vakantie en toen had ik nog een week competitie. En straks na het WK dan heeft hij dan vakantie en dan begint ook mijn voorbereiding weer. En dan in de zomer ben ik weer veel vrij en dan heeft hij weer Pro League. Dus eigenlijk is het als we 2 weken per jaar op vakantie kunnen, dan zitten we er eigenlijk wel lekker in. Maar veel meer dan dat is het eigenlijk niet. En bijvoorbeeld met kerst zijn ze dan 3 dagen vrij en dan gaan we even naar Parijs. Maar daar moeten we het wel echt een beetje van hebben, want het is wel vrij pittig programma. Vrij vol en druk en het continu ver vooruit plannen om te zorgen dat je ook gewoon nog tijd hebt voor elkaar. En ook leuke dingen blijft doen. Want ja, dat is ook wel, naarmate je zeg maar langer international bent en vaker weg bent, dan komt dat besef ook wel beter binnen. Dat het best wel een egoïstisch leven is wat je eigenlijk leidt en daar sta je eigenlijk niet echt bij stil. Daarom is het ook, ja, wel, vind ik ook heel belangrijk om ook veel leuke dingen met elk te doen. Omdat ik ook nu wel goed weet en besef wat voor effort het kost om zeg maar, toch jezelf continu aan te passen aan het leven wat ik nu heb.
Wat ik doe als ik toewerk naar een groot toernooi is namelijk goed voor mezelf zorgen, zeker als ik thuis ben. Dus dat is sowieso goed slapen en goed eten. Ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. We trainen over het algemeen vrij zwaar natuurlijk in dat soort periodes om extra fit te worden voor die toernooien. En dan is je rust en je herstel gewoon heel belangrijk. Dus ik probeer ook gewoon mijn spulletjes vrij goed op orde te hebben hier. Ik ben vrij gestructureerd, dus dat weten jongens wel van mij. Dus ik probeer gewoon al mijn spullen hier op orde te hebben. Dus ja, voor een toernooi, als ik nog bepaalde dingen van bijvoorbeeld van Brabo nodig zou hebben, probeer ik die op tijd hier in huis te krijgen, zodat ik die gewoon goed kan gebruiken voor de trainingen en toernooien. Ja, de komende tijd gaan we natuurlijk volle bak trainen en het WK start 13 januari in India. Dus vlak daarvoor is het natuurlijk oud en nieuw en de feestdagen. Dus ja, dat zijn misschien niet de feestdagen zoals de gemiddelde Nederlanders ze zal invullen. Je moet toch een beetje opletten en zorgen dat je fris blijft en niet jezelf helemaal vermoeid maakt richting dat WK. Dus ik ben me daar wel echt wel bewust van. Dus je zit toch wel echt wel goed met de rem erop aan de kersttafel, om het zo maar te zeggen. Dus dat hoort er gewoon bij. Het is niet altijd vanzelfsprekend dat een WK half januari start. Dus dat is dit jaar is dat even niet anders, maar dat is uiteindelijk helemaal prima voor nu. We'll be right back.